Oké. Zijn er eerst en vooral vragen uit de zaal? Gewoon naar specifieke sprekers toe. Sommige sprekers zijn misschien al een tijdje terug. Ja? Ja, zonder een glazen bol te hebben, denk ik dat het erop zal dat de beslissende factor daar zal zijn in welke mate dat de bestaande economie zich flexibel opstelt naar een nieuwe machtsverhouding, zeg maar. Wanneer dat dan niet gebeurt, vermoed ik dat de verschillende drijfveren die we gezien hebben, en die kunnen samengevat worden als een sociaal-maatschappelijke onderstroom, dat die alleen maar sterker zal worden. Want stel dat de rijkdomverdeling bijvoorbeeld, of de hyperconsumptie, de huidige trends worden voortgezet, dan gaat dat alleen maar een groter draagvlak creëren voor de alternatieven. Dus de consument gaat anders beginnen denken. En in dat geval denk ik dat Rotman zijn voorspelling van 3 op 5 bedrijven gaat failliet gaan, dat die wel eens zou kunnen uitkomen. Wanneer echter bestaande bedrijven de juiste inzichten verwerven over de veranderende verwachtingen van consumenten en daar een manier in vinden om daar flexibel en mee om te gaan en ook waarde bij te dragen aan het totale systeem, dan vermoed ik dat beide wel naast elkaar kunnen blijven bestaan. Maar ik zeg, ik heb daar geen glazen bol in. En soms ben ik hoopvol bij het lezen van bepaalde berichten. Zo was er deze week in de krant een artikel verschenen over een CEO van een welbepaald bedrijf. Op het vlak van namen heb ik ook het geheugen van een goudvis. Die zijn eigen loon van, was het $400,000 of $500,000, verlaagd heeft naar $70,000, zodanig dat iedereen binnen het bedrijf hetzelfde loon van $70,000 verdienen. Dat is een manier van zich flexibel om te stellen, in lijn met een veranderende realiteit. En zo'n ingrepen kunnen er wel tot leiden dat je opnieuw een nieuwe schwung vindt in het bedrijf, dat de medewerkers opnieuw betrokken zijn. Dus ik denk dat er vanaf zal hangen in welke mate dat de klassieke economie en de spelers daarin zich zullen opstellen. Ja, goedemiddag. Ik heb destijds in het grote Monsanto-bedrijf gewerkt, Amerikaans bedrijf. Dus ik ken de nevenwerking van zo'n multinationale zaken. Wat kan ik als oude persoon, zoals ik aan meneer zei, nou koekendoos, hier in Kortrijk doen om die nieuwe manier van denken, peer-to-peer, te doen evolueren? Wat kan ik als kleine burger in een kleine straat in Kortrijk praktisch doen? Wie wil daarop antwoorden? Geert misschien? Ik ben Kortrijk Sound sinds 8 jaar. Dus ik ga met nederigheid je vraag proberen te beantwoorden. Ik denk dat het start met niet te willen doen. En als je rond je kijkt naar buren, kennissen, VZW's die actief zijn, dat je overweldigd kan zijn door het aantal initiatieven die genomen worden in een Leidenstad die traditioneel nogal, moet ik opletten, maar burgerlijk gezien wordt, maar die sinds een paar jaar echt aan het veranderen is. En het gaat misschien over een paar honderdtal mensen die doen, ik zie er een paar in de zaal zitten, maar het groeit en het leeft. Er is echt iets aan het gebeuren. Met al respect voor de organisaties die het al decennia lang doen op hun manier. Maar er is verandering gaande. En ik denk als je ergens in die stroom kan raken op een of andere manier, dat je dan meteen een vermenigvuldigingsfactor zal beleven. En plots niet meer zal weten wat eerst te doen.
Kan je daar misschien op inpikken, ook voor mevrouw? Je hebt onder andere hier in Troen Ingrid Thijs, die is verantwoordelijk voor Let's Leien, of de Let's in Kortrijk. Dat kan een aanknopingspunt zijn. We hebben ons Geert van het project OAS. Maar we hebben ook, omwille van Vorming Plus, was er ook, dacht ik, of iemand van Vorming Plus aanwezig? Of waren medepartners? Zij organiseren ook diverse elementen, of allee, initiatieven tenminste. En een daarvan is Transitiestad Kortrijk. Die hebben ook initiatieven. Je moet daar eens naar kijken of naar surfen. Dus er is van alles gaande. Ik weet niet of er iemand is van Transitiestad Kortrijk hier, maar die geven af en toe lezingen en evenementen. Dus dat is ook een antwoord op uw vraag. Steven, wil je daar iets aan toevoegen? Kom er eens straks een keer iets drinken, dan gaan we een keer babbelen. En ja, er zijn een tal van initiatieven. Hè. Rond de hoe rond u kijken is de boodschap en met mensen praten. Ik ben aanbeland bij de Stuiverij onder andere, hier zit daar ook. Er zijn een tal van organisaties, Lieve Zusjes, Stoere Broers. Ik kan het eigenlijk niet allemaal opnoemen. Ik zou zeggen, ja, praten. Ik kan met mij gewoon praten straks. En, maar ik wil niet te veel hacken hier, dus doe rust verder. Wil er iemand van het panel daar nog iets aan toevoegen? Misschien nog een vraag voor de eerste spreker. Zijnde Thomas Roselaar, dacht ik. Toen u dat voorbeeld gaf van Airbnb versus Hilton, dat klonk uiteraard als een klinkende overwinning voor Airbnb. Als je al die cijfers toonde, zoveel landen meer, zoveel hotels meer, zoveel kapitaal. Ik wil gewoon als tegenargument misschien even plaatsen van het gevaar is misschien dat Airbnb kan van vandaag op morgen. Dat kan een luchtbel zijn die zo doorprikt wordt. We hebben al een paar van die luchtbellen gehad in het verleden. Terwijl dat uiteraard, volgens het oude kapitalistische systeem, zal Hilton niet zomaar snel doorprikt kunnen worden als ballon. Ik wil dat gewoon stellen als tegenargument. Van. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Airbnb, Uber, er zijn andere voorbeelden. Zij dragen allemaal de kenmerken van een zeebel of een opkomende zeebel. De toekomst zal het uitwijzen hoe dat gaat evolueren. En inderdaad, bestaande groepen zoals Hilton, die werp je niet zomaar omver. Die zijn verankerd in maatschappijen, mensen werken daar. Zij hebben niet alleen er 95 jaar over gedaan om zo groot te worden, maar ze hebben ook 95 jaar aan ervaring, 95 jaar om relaties op te bouwen met regelgevende instanties. Maar goed, als we dan kijken naar de taxisector, dan wordt er toch wel vrij snel die bestaande modellen ondergraven. En dat is ook een beetje de boodschap die ik daar wou meegeven. Ook zeebellen kunnen schade aanrichten en kunnen bestaande sectoren omverwerpen. Ja. Zijn er nog vragen? Kunt u als dus ondernemer, ik ben nu toevallig in de zelfstandige kleine horecazaak, ik heb een restaurant. Wij worden geconfronteerd met bookings.com, wij worden geconfronteerd met allerlei vanuit van de overheid. Wij worden in feite langs alle kanten bestookt om een heel groot deel van onze omzet te gaan overgeven aan Amazon. Ook Airbnb doet het ook. U spreekt over Airbnb, in feite komen die mensen, wat doen die in feite voor concreet, dat zijn geen ondernemers in feite. U kunt dat in feite niet gaan zeggen dat zij ondernemers zijn, de horeca sector of zo. Hetzelfde van daar die taxichauffeurs, dat zijn mensen die dus inderdaad iets uitgevonden hebben, waar wij in feite nu geen dag mee geconfronteerd zijn, ofwel doe je mee ofwel stop je ermee, als hotelier kun je ons af. Via het internet uw potentiële gasten gaan ophalen. In hoeverre, denkt u, kunnen wij daar eigenlijk concreet op inspelen zonder echt de speelbal te worden van nieuwe vrijbuiters, kapitalistische vrijbuiters? Want daar komt het op neer. Ik denk inderdaad dat we de vraag iets kunnen algemener stellen. Is het disruptieve karakter van peer-to-peer, is dat niet vooral ten nadele van de kleinere spelers en eigenlijk minder ten nadele van de grotere spelers? Misschien dat ik daarvoor eens het woord aan Jean kan geven. Er zijn verschillende zaken.
Laten we terug, even teruggaan naar Airbnb. Verschillende steden, dus het is een Amerikaans bedrijf. San Francisco, Sharing City, stimuleert Airbnb. We hebben nog niet over couchsurfing gesproken, want dat is nog iets anders. Couchsurfing is gratis. Dat is echt het delen van kamers. Dus ik heb een kamer gratis. Je kunt bij mij logeren. Ik ga naar uw land en ik kan gratis logeren bij iemand die in het netwerk zit. Airbnb heeft een andere logica. En wat er gebeurt, ook Airbnb begon in feite met een sociaal doel, in zekere zin. Want ik logeer iemand bij, ik leg iemand te logeren, maar die kunnen s'avonds bij mij eten, ik laat ze de stad zien, het is een andere ervaring. Zo begint het. En dan komt het venture capital. Dus we gaan geldschieters, gaan het platform professionaliseren en gaan meer en meer, er komen verzekeringen bij te passen, want het is een systeem van vertrouwen. Dus we kennen elkaar niet, maar we vertrouwen het systeem, de feedback. Proper appartement, propere gast, het is een smeerlap, ik zou die niet binnenlaten, vliegt eruit. Je hebt geen kans meer om nog te huren. Mij al kijken wat dat de mensen zeggen. Maar je krijgt fraude. Meer en meer gaan mensen zeggen van voilà. En dat is gebeurd trouwens in de strijd tussen Uber en Lyft. Uber gaat gewoon Lyft aanvallen door slechte kritieken te geven en weet ik veel. We krijgen dus echt een dog-eat-dog world van iets dat eigenlijk al goed begonnen is. Airbnb, om nu terug te keren, San Francisco zegt van kijk, de mensen die Airbnb gebruiken, dat zijn meestal jonge mensen, die hebben niet zoveel geld of couchsurfing. Dus we krijgen meer toeristen in de stad en die geven geld uit. Dat ze anders niet zouden uitgeven, want ze zouden hier niet zijn. New York, hele andere houding, die hebben eerst Airbnb verboden, juist om het hotelwezen te beschermen. Dezelfde discussies heb je overal. Waar dat die platformen neerstrijken, heb je een discussie, laten we ze toe of niet, verbieden we ze of niet. Maar we moeten ook zin pakken in de taxisector. Ik moest gaan spreken in Anderlecht op een industrieterrein. Ik woon aan het Zuidstation, te voet was daar 40 minuten gaan, bleek achteraf. Ik kom aan het Zuidstation. Ik wist het niet juist zijn, ik neem een taxi. Niemand wil mij meenemen. Ah, het is vlakbij en ze wees mij nog in de slechte richting. Hè. En waarom? Omdat het in feite in een buurt van de stad was waar ze niemand konden oppikken. Het was dus eigenlijk voor hen niet interessant om mij te vervoeren. Had ik toen maar Uber gehad, eerlijk gezegd. Want een andere, ik ga naar Vorst, ik woon in een aangrenzende gemeente. Ik betaal 20 euro middernacht voor een taxi. Het is donker, ik weet niet welke wegen dat hem gebruikt heeft. Maar had ik dan maar een meer transparant en eerlijk mobiliteitssysteem? Ben ik daarvoor voor Uber? Nee. Maar de taxisector kan gebruiksvriendelijkheid gebruiken. En vandaar vind ik dus de oplossing, dat is wanneer dat de taxichauffeurs zelf gaan samenleggen en een gebruiksvriendelijk alternatief bieden op het bestaande systeem. Dus het systeem van, dat nu in Amerika als reactie tegen Uber is, dat is taxichauffeurs in feite hun auto's in een soort commons stoppen en als coöperatief gaan uitbaten, maar wel die gebruiksvriendelijkheid dat Uber biedt combineren. En je hebt zo altijd die scheidingslijn tussen wanneer heb je het maatschappelijk nut, thuis afgehaald in Nederland, kleine structuur. Want op die platforms, het gevaar is, het begint eigenlijk kleinschalig en individueel, maar dan komen de haaien. Dus om de hotelreglementering of de horecareglementering te omzeilen, gaan professionals die platformen gebruiken. En dan heeft bijvoorbeeld in Nederland, heb zo die dienst, ik ook graag, maar we zijn maar met twee of ik ben alleen en ik maak een hele grote pot stoofvlees. Wel, ik ook voor de buurt, dus men kan bij mij komen voor 3 euro stoofvlees. Dat zijn de mensen die dat stoofvlees komen halen, dat zijn niet degenen die naar een restaurant gaan, of een sterrenrestaurant, of weet ik veel. Maar dan komen degenen die om heel die hygiëne en al die wetten te omzeilen, zeggen, ah, dat is interessant. Ik kan eigenlijk om kosten te besparen dat platform gebruiken. En die vernietigen eigenlijk heel het idee van dat platform. En dus dat platform heeft er dan voor gezorgd om dergelijke mensen te weren. Maar dan zit je weer met een controlesysteem. Dan moet je al mensen hebben die gaan in het oog houden. Wie komt erop, wie komt er niet op. Dus ik heb geen gouden oplossingen. Belangrijk is hoe dat je je concept definieert. Wat dat de doelstelling is en dat je dat beschermt met een interne code. Dus met een soort statuten, als je wilt. En dat je toezicht houdt dat die gerespecteerd worden.
En dan ja, natuurlijk de grote bedrijven en de grote spelers, dus de Hiltons van deze wereld, die gaan natuurlijk de overheid gebruiken om keihard die nieuwe initiatieven neer te slaan. Dus het is, daar ook heb je een tweesnijdend zwaard. En vandaar het idee dus van de faciliterende overheid. Mensen als Michel Bouwens en Rotmans en mijzelf, we zijn juist voor in de transitieperiode heb je een sterke overheid nodig. Maar een overheid die een andere rol speelt. Hè. Die het mogelijk maakt, die het stimuleert. Hè. En dus is een andere visie op de overheid dan degene die we nu hebben. Want vaak wordt de overheid effectief beschouwd als iets betuttelends en paternalistisch en weet ik veel. Hè. En je zit met enorm veel contradicties. Hè. Dus als je gestempeld, je mocht niet werken of ze pakken je dop af enzovoort. Het systeem is eigenlijk, vertoont een heleboel. Iedereen heeft het gevoel dat er iets kapot is, hè, en dat er iets nieuws moet komen. Het is in dat spanningsveld dat we proberen oplossingen te vinden. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik denk dat het inderdaad niet eenvoudig is. Hè. Veel taxichauffeurs en waarschijnlijk ook in steden waar dat Airbnb heel sterk aan het opkomen is, veel mensen die in de sector actief zijn, die kiezen eigenlijk voor hun geld en die volgende slogan, if you can beat them, join them. Hè. En gaan dan zelf ook onder de vleugels van dat platform gaan handelen om dan dezelfde regels te gaan omzeilen en zodoende ook opnieuw concurrentieel te kunnen zijn. Want er is natuurlijk een groot verschil tussen een kamer te huur zetten aan €70 zonder aan enige vorm van brandveiligheid, hygiëne. Dat is ook zo. In Amsterdam hebben ze het ook gedaan. In Nederland heb je ShareNL, en dat is een platform die alle verschillende actoren samenbrengt. En dat, die brengen mensen uit de bedrijfswereld samen, mensen uit de overheid, mensen uit die platformen. En daar hebben ze afgesproken, specifiek dan voor Airbnb. Ik weet nu niet meer van buiten wat dat het overslagpunt was. Maar dat je een beperkt aantal keren een kamer mocht verhuren per jaar, ga je over dat aantal. Dan moet je aan alle regelgeving van bed and breakfast voldoen en dan kom je zogezegd in een andere klasse terecht. De vraag blijft, hoe gaat men dat allemaal controleren? Hè? Er is wat budget uitgetrokken om ook controleurs op pad te gaan sturen, hè? Dus je komt dan weer in dat andere verhaal. Maar feit is dat de sector zelf wel een spokesperson, een vertegenwoordiger heeft, of meerdere vertegenwoordigers heeft, die aan tafel gegaan is met de overheid en met de deelplatformen. Hier in België heb ik al een aantal mensen uit de politiek horen zeggen, ja, ik weet niet of dat aan ons is om al die verschillende actoren te gaan samenbrengen. En uit hetzelfde publiek komt dan wel het antwoord, ik denk dat het effectief aan de overheid is om dat te gaan doen. Dus wanneer dat ontbreekt, is de enige raad die ik zou kunnen geven, verenigt u met mensen die in dezelfde situatie zitten en dring aan bij de lokale overheid om het gesprek aan te gaan over al wat er moet geregeld worden om ieder zijn belangen te behartigen. Okay, zijn er nog bijkomende vragen? Dan nog een laatste vraag eventueel, zodat we kunnen afronden en nog wat napraten in de bar dan. Oké. Geen specifieke vragen meer? Oké, dan stel ik voor dat jullie rustig in de richting van de bar wandelen en daar eventueel nog iets drinken en napraten met de sprekers die waarschijnlijk nog een aantal minuutjes aanwezig blijven. Oké. Goed, dank u voor uw komst in elk geval.